Jeroen, ben je blij met de jury? Om heel eerlijk te zijn, ik heb echt het gevoel dat we nu gewoon een nieuw format hebben met 3 juryleden en 2 debielen daar. Zie je daar zitten in een goedkope jogging. Ja. Kunnen we gewoon verder met de kussen. Is Dorian er weer bij, jouw vriend? Sorry, jouw man. Nee, man. Oud, ja. Man. En is dan altijd zo, als jij roept I love you, dat hij overal waar het in is, dat hij antwoordt als je het hoort? Ah, ja. Dat is een spelletje. Mm-hmm. Dan zeg ik, liefje, als je binnen 3 seconden niet zegt I love you, zie je mij niet graag. I love you! Ook met de Muppet Show. Ja. Badabadam. Ja. Elodie, heb jij zoiets moois ook met Jeroen? Nee, toch niet. Nee. Maar ik wil dat wel eens. Probeer, ja. Liefje, I love you. Oei. Tekenen van ouderdom, cashgeld gebruiken. Dat is een teken van ouderdom. Doe je dat, Jonas? En ook nog een vinger gebruiken als je een kaartje voorleest. We gaan naar vraag 2 en die is voor Ella. Aardrijkskunde, altijd een leuk thema. Hoofdsteden. Wat is de hoofdstad van het Aziatische land Kirgizië? Nee, dat is niet waar. Wat? Ik weet dat wel. Dat is Bishkek. Bishkek, inderdaad, ja. Nee, al nee. Waarom lach je? Ik ben net mijn appartement verloren aan mijn zus Billy. We hebben gewet dat dat nooit een vraag zou zijn. Billy was mij op reis wat aardrijkskundige vragen aan het stellen. Ook, wat is de hoofdstad van Kirgizië? Ik zeg, Billy, dat gaat hij toch nooit vragen? Maar wel, dat kan toch? Ik zeg, nooit. Allee, voor hoeveel wedden we? Ik zeg, als die vraag gesteld wordt, allee, dan krijg je mijn appartement. Steek zo high! En is Billy hier? Of... Billy zit achter jou. Wij zijn buiten staan de mensen. Ja. Billy, bedankt om mij dat door te bellen. Er is wel een gerucht, maar ja, ik weet niet, maar ja, dat jij jouw snorhaar verft. Dat is zo, Erik. Dat is echt waar. Hij is thuisgekomen aan een fotoshoot, want dat is zo, zijn snor is eigenlijk hier ros. En in het midden is hij grijs. Oh nee, je bent niet thuisgekomen. Hij zei, ik lijk op Hitler, omdat dat echt alleen hier grijs was. Ja. Dus nu was een belangrijke, een acte de présence heeft op een fotoshoot. Dan heeft hij dus van die bruine verf en dan maakt hij zijn snor. Elodie draagt de pruik heen. Was dat Andy Peelman? Andy Peelman, ja. Inderdaad. Die zei dat. En wat zei hij? Dat hem in Oekraïne mee zou gaan vechten. Mocht hij niet belemmerd zijn door het feit dat hij een vrouw had. Maar dat is ook zo gemakkelijk. Ja, ja, ik weet het, ja. Ja. Maar ik denk dat het conflict wel sneller gedaan zou zijn als de buurtpolitie zich kwam moeien. Nu is het genoeg geweest. Ik vertel jullie om de beurt droevig nieuws over mij. En het is jullie taak om mij er dan toch de positieve kant van te doen inzien. Is dat duidelijk? En de jury beslist natuurlijk heel onpartijdig wie de 10 seconden wint. Hier komt het eerste thema. Mijn beste vriend is net gestorven. Oh, ja. Erik. Moet je mijn borsten zien? Oh. Voor het eerst in de geschiedenis ga ik zelf de 10 seconden. Kan hij goed troosten? Ja, als mij iets erg overkomen is, troost hij me wel. Als ze seks hebben gehad of zo. Zweten van alcohol? Ja, van alcohol moet je zweten. Ja. Dus als die mensen daar niet goed gewoon zijn. Jeroen, ja, Elodie zei in het filmpje dat hij... Zweet hij echt? Jawel. Hij is gestopt met eten van salami met look, omdat hij zo hard zweet en dat hij uit zijn poriën kwam. Dus Jeroen is echt een gigantische zweten. Dat klopt. Hij is nu heel boos op mij, denk ik. Is hem boos, denk je? Ik heb al te veel verteld hier, denk ik. Ja? Okay. Allee, vertel ze nog eens iets. Ja. Goeie verhaal. Ja. Op een boot. Ja? Dus, ja. Weet je, dat jullie allemaal... Iedereen had brieven bij, foto's. Ja.
Dit super is emotioneel. Ja, dit is heel pijnlijk. En dus zo voor elke dag iets open te doen. Ja. Een keer aan het wenen, een paar keer binnen, buiten. Dat waren mooie brieven. Ja. En halverwege had ik ook van Jeroen een pakje gekregen om open te doen. Ja. Dus we allemaal rond. Oh my god, zie je wel dat Jeroen ook iets heeft gedaan? Ja, want ik had nog niks gekregen. Ja. En daar zat een rubberen afdruk van zijn geslachtsdeel in. Het wordt nog erger. Toen we uitpakten nadien, heeft ons zoontje Remus tussen 7 dat gevonden. Ja. Staat nu op zijn kamer. En we hebben hem dus moeten wijsmaken dat het een speelgoedworteltje voor zijn namster is. Erik, ik zou graag met een vertrouwenspersoon van deze Xavier Taverne. Xavier Café, zou raar geweest zijn. Dan Astrid, je ziet een stok en een man. Astrid Stokman. Ja, echt, ik hoor het al. Het publiek staat aan mijn kant. En de jury ook. Een hulst? Ja, dat is de enige de gepixelde afbeelding die jullie kunnen vinden. Nee, nee, maar ja, een hulst, maar van ver verhulst. Heel veel succes, Morgan. Ja, we hebben het vonden het eigenlijk niet zo moeilijk, maar ja, goed. Wie vond het allemaal moeilijk? Hand omhoog. Ik vond het niet moeilijk. Ik vond het spotgemakkelijk. Mama. Zijn jullie goede vrienden eigenlijk? We zijn eigenlijk beste vrienden. Echt? Ja. Je zou dat zo niet optisch niet bevestigen, maar dat klopt. Wij zijn eigenlijk heel goede vrienden. Ja, ja, dat is echt en zo. Wij zijn op alle kernmomenten van ons leven bij elkaar al geweest. Alle. Ja, dat is waar. Ja. En vorig jaar een heel mooi moment samen meegemaakt. Dat was Pedro's in besnedenis. Ja. Ja. Dat is echt, hè? Dat is echt nee, maar dat is echt waar. Dus... Ja, nee. Nee, dat is echt. Dat is echt waar. Het is zo, je kunt onverdoofd snijden. Verdoofd. En ik heb gekozen voor verdoofd en ik zocht een chauffeur en mijn vrouw zei besnijdenis, los het zelf op. En ik zei natuurlijk, chauffeur. Wie besnijdenis zegt, zei natuurlijk ik. Ja. En het was 1+1 gratis, dus ik ben gewoon mee geweest. Dat echt, eerst moest Pedro zijn schaafstreek geschoren worden. Ja. Ongelooflijk moment. 12 uur geduurd. Het is Spanjaard, de Catalaan is zo hard. Die begroeiing is waanzin. Zo ver. Ik ben echt niet aan het overdrijven, dat was zo. Nee. Op een bepaald moment was die besnijdenis dan en dan ben ik meegegaan. En ik heb echt zelf eens getrokken, terwijl dat dus eigenlijk... ik wist van niks. Hoe zou ik het zeggen? De doerum eigenlijk... dat die geschraapt werd eigenlijk. Maar dat is echt en waar. En je hebt hem meegekregen, hè? Ik heb hem meegekregen en ik heb er... En hij valt vanavond te winnen voor één iemand van het publiek. Dus goed opletten. Ja. Hij hangt hier boven ons, Huur. De nieuwkomer vanavond is Gert Verhulst. Wat verwachten jullie van hem? Heel veel. Ik ben al heel lang fan van Gert Verhulst. Wij komen uit dezelfde volksbuurt in Berchem. Dus dat schept een band. Ja. We komen uit de Groene Hoek. De Groene Hoek, maar er is geen groen te zien eigenlijk. Nee. Treinen en Polen die 's morgens al eens iets lusten. Ja. Wij komen uit de goot. Echt waar? Ja. Hey, dat mogen we zeggen, Pedro. Ja, maar zie ons hier zitten, hè. En jij hebt het ook niet slecht gedaan. Wel een vraag 2. En dat is er eentje over onze nationale trots, prinses Elisabeth. Ze is amper 20 en lijkt het al allemaal voor elkaar te hebben. Zo heeft ze onder andere al een middelbare school, een kinderziekenhuis en een laboratorium op haar naam staan. Maar wat werd nog niet naar haar genoemd? A. Een Zuidpoolbasis. B. Een pretparkattractie. C. Een windmolenpark. Of D. Een algensoort. Wat is er nog niet naar haar genoemd? Ik zou denken aan een pretparkattractie, Erik. Dat is juist. Dat zou een beetje raar zijn, hè? Ja, ik heb op prinses Elisabeth gezien. Elisabeth the Royal Ride. Of ja, ik heb, zoals bij ons, 4 uur vastgezeten in Elisabeth. Wat gebeurt er als er zo mensen vastzitten in een van uw pretparken? Moet jij dan komen met een ladder? Of ja, en dan bellen ze mij en dan kom ik met een ladder naar. Nee, maar dat moet toch geweldige paniek zijn. Jawel, Erik. Ja? Ja. Maar dat moet toch geweldige paniek zijn. Maar het kan nu zijn als ik nu een oproep krijg. Kunnen jullie nog de dieren nadoen?
Wat wil je? Ja, wat willen we dit? Ja. Zij iets, zij iets. Olifant, olifant. Ah, wauw. Wat broek aanhouden. Nee, nee, het gaat niet lukken. Ja, mag die ook aan het kakken zijn dan ook? Vechtsporten, is dat iets voor jou? Nee. Ja, nee, ik heb nooit gevochten. Nooit in mijn leven? Nee. Nooit in uw leven gevochten? Nee, nee, nee. Jij wel? Nee, gewoon lopen. Ja, voilà, kijk. Maar niet gevochten. Jij bent meer van de loopsporten, hè? Ja, ja. Maar je kunt toch geld uit het zakje kloppen? Bart van Blind Gekocht heel goed nadoen. Ah, ja, dat is wel waar. €30, €30. Nee, raken in het budget. Nee. Ik wil er niet raken. Het is meer zo. Het is een valer. Nee, ik ben gisteren mee geweest daar met zo'n demon. Heel mooi gekregen. In het budget gingen we nog stuiten met een balk. Ik heb al Dina gezegd, in het budget, anders was het er niet, anders gingen we het niet raken. Nee, ik kan niemand imiteren. Nee. Maar Rick daarentegen. Ja. Ja. Wie kun jij nog? Ja. Maar ik vind dat zo Rick, leuk. Wie kun jij nog? Ik is zo lekker. Ik spuw op het ongewenste bv-schap. Ja. Ik vervloek Erik van Looy. Ja, maar wij allemaal. Ja. Naast de moordenaar van de Meli. Ja, Gert, is dat de eerste keer dat je hitsig wordt door iemand die niet voor jou werkt? Ja. Dat is toch hard werken, zo hard werken. Want... Heel hard werken. Ja. Ja. Voor het geld moet het niet doen, want dan zouden we de VRT moeten presenteren. Ja. Ik ben trouwens fan van jouw papa. Hij is de uitvinder van de Marsupino. Ja, ja, ja. Dat is echt waar. Hij is ingenieur en heeft voor Lotus de Marsupino uitgevonden. Dat is de Bimbo. De vroegere Bimbo. Vroeger was dat de Bimbo, maar dat is nu de Marsupino. Dat is de moordenaar van de Bimbo. Maak één keer komen kakken brengen. Ja, sorry. Die vraag wou ik altijd al stellen. De nieuwkomer is Delphine Leconte. Wat verwachten jullie van haar? Veel, Erik. Ja? Het is mijn favoriete kidnet rapster. Ik heb wel echt het gevoel of we nog wat iets samen kunnen doen. Ik heb Frank gezien. Ik bedoel, niet nee, seksueel. Zal... Ja. Jammer. Sluit het niet uit. Oké. Okay. We zullen wel zien wat er gebeurt. Er is geen zonnetje. Ja, maar het is eigenlijk goed nieuws. Hè. Ze gaan niet als een urinewegen weglezer. Allee, dus het ziet er wat politicus in. Ik heb het ook maar half verstaan, allemaal. Ze gaan zijn probleem oplossen, dan moet dat niet meer gesondeerd worden en zo, want dat is een heel miserie. Ja, ja, dat is... Ja, dan moet je wel weten, Bokkie, als je daar naar het wc gaat, dan krijg je een zonde. Je doet schattige agressie. En wat doe je dan qua agressie, Gert? Opeten. Alle kinderen naar kopzalen. Ik zou het niet. Ja, jij hoort nog op een liprelatie? Ik ben 20 jaar getrouwd. 20 jaar getrouwd, ja. Bij mij is het zwijgen, drinken en masturberen. De WHO is de Wereldgezondheidsorganisatie. Soms kijken er kindjes mee, hè. Dat is wel goed om dat al eens uit te leggen. Dat is goed dat je dat er even bij zegt. Ja. Masturberen is aan je fluiten. Ik kom daar niet graag in, madame Tussauds. Ik vind dat ook heel griezelig. En als ik daar 2 seconden stilsta, dan komt er een met een kop op blinken. Hebben jullie al nummers gekozen voor op jullie begrafenis? Ik ben bezig met dringender zaken, Erik. Zoals? Ik ben nummers aan het kiezen voor op uw begrafenis. Nee, maar ik heb dat wel... Moet u weten wat ik op mijn begrafenis wil laten draaien? Zullen we het volgende week wel horen? Bokkie, wie is jouw favoriete ontwerper? Lom de Meijer. Kent je die? Nee. Dat is de zeeman in het Frans. Dat klinkt gewoon super chic. Lom de Meijer. Dan kun je ook hoog zingen. Kun je hoog zingen? Tuurlijk. Ja. Hoog. Nee. Nee.
Nee. Stop ermee. Straks de psycholoog bellen, want... Slijf is niet gemokt, vriend, te snijden en te boren. Hè, ja. En jij geen ooglidcorrectie laten doen? Alles nog goed, allee, qua geheugen en zo. Het is niet... Qua geheugen wel. Ja. Mijn oren doen soms wat raar. Wat doe je ook? Ja, dat ik denk van, ik hoor niet goed meer. Oei. Misschien is dat omdat de vleugels aan uw bril te veel spannen. Dat kan, hè? Ja, of het kan zijn. Heb je ogen in het geheugen gemist? Sorry? Zie je? Kijk. Ja. Nee. Zeg jij iets, Legeleen? Heb jij een koos? Een vuilhoeren. Ja. Jeroen, wat zeg jij tegen jouw geliefde? Liefie. Liefie? Ja. Wat zegt zij tegen jou? Hey. Ja, ik ben superblij dat Boris er is, want wij komen goed overeen. Wij kennen elkaar van als kind eigenlijk. Als kind is Boris, ja, die is in een ketel met seksappeal gevallen. En ik ben met mijn hoofd tegen de rand van de ketel aan de pissen gevallen. Herman, uiteraard moeten we jou feliciteren. Want ik weet niet of je het weet, Jeroen, maar Herman wordt binnenkort echt waar papa. Ja, ik ben het. Dank jullie wel. Het was verrassend, maar ik ben er blij mee. Ja. We zijn ook bezig met de voorbereidingen zo op de geboorte. Ja. Zo zijn we op zoek naar een goed weeshuis, want wij willen die kleine. En wij zijn natuurlijk ook op zoek naar namen. Ja. Ik ben een voorstander van hele simpele namen die niet moeten gespeld worden en zo. Ja, zoals? Daarom zat voor een jongen zat Nabucodonosor zijn. En voor een meisje Sarolelelela. Maar het is wel zo, Erik, natuurlijk, als ik klein 35 word, word ik 100. En wel? Ja. Dat is toch een reden om door te gaan, hè? Ja. Ja. Zijn dan een reden om dood te gaan of om door te gaan? Door te gaan, door te gaan. Ja, okay. Snel. Jeroen, jij bent ook papa, ja? Van hoeveel kinderen? Twee kinderen. Twee kinderen, ja. Heb jij goede raad voor Herman? De eerste twee jaar kun je doen wie je wil. Hoezo doen? Weten ze niet meer. Ah ja. Weten ze niks meer. Ja, het is serieus zo. Ja, bij mijn zoontje, die eerste twee jaar ga je allemaal dingen doen, mee op vakantie nemen. En dan 4 jaar later, weet je nog dat we dan? Dat trek ik heel slecht. Ja. Ah, ja. Jonas, je hebt ook twee kinderen. Heb je een goede raad? De eerste twee jaar zijn het belangrijkst. Ja, dat is echt waar. Je hebt al van alles, hè? Maar dus op die leeftijd maken ze nog geen herinnering, maar voor uw band met dat kind zijn de eerste 1000 dagen Het allerbelangrijkste. Dus ja, er zijn voor dat kind, dat is het belangrijkste. Ja. Oké. Okay. Dus Ja, als we serieus zijn, had ik ook iets heel anders. Herman, ga jij met het kindje zo monumenten bezoeken, zoals het Colosseum, denk je? Ja, ik ga met dat kindje al zijn grootvader bezoeken. Dus dat qua monumenten al meer dan genoeg. Het is eigenlijk nog niet zo stom, want mijn vriendin zegt, en ik heb het bekeken, en het klopt wel, dat haar oren verkleind zijn. Echt? Ja. Ah ja. Maar er zijn toch ook dingen vergroot, waarschijnlijk? Nee, vreemd genoeg niet, nee. Nee, maar het is ook nog niet zo lang zwanger, denk ik, hè? 2 dagen. Jeroen, ben jij getrouwd eigenlijk? Ja. Oh, okay. Het is het nu al 17 jaar. Ah, oeh. Ja. Heel goed. En heb je de tradities gevolgd? Ja, maar ik vroeg me dan af. Ja? Kijk, ik heb mijn vrouw ten huwelijk gevraagd. Ja? Dan ben je verloofd, officieel. Mm-hmm. En daarna ben ik naar de schoonvader gegaan om de hand van zijn dochter te vragen. Ja. Ja, dus ik weet niet of dat de goede volgorde is. Nee. Ah, nee, hè? Nou ja, dan dus niet. Leuk, dank je. Kom je goed overeen met de schoonouders? Ja, wel. Laten we niet even kijken, waarschijnlijk. Hey. Ja. We zitten trouwens met Tom Waas op de bank. Dat is goed. Dickpics. Heb jij het wel eens ontvangen, Dolphin? Nee. Ik wacht. Hopelijk na vanavond. Boris, ontvang jij wel eens iets van een fan? Iets nee, dat over, eigenlijk of zo? Niet. Nee. Of van mannen? Ontvang je niks nee, van mannen? Nee, ook niet. En Frances, krijgt hij wel eens dickpics? Ja, maar ook sporadisch. Maar. Ja.
En wat doet ze daar dan mee? Dan doet ze dat zo aan mij. Fuck, ik! Ik heb ooit een foto van een vagina, zou ik maar zeggen, ontvangen via de fax. En die kwam, dat kon niet anders, uit West-Vlaanderen, want er was een postzegel op die fax geplakt. Heel tyranniek bastardhondje. Ah, oké. Okay. Ja. Heel ook... intelligent. Ja? Maar ja, ik denk niet dat de mensen dat interessant vinden. Jawel, want hoe weet je dat hij intelligent is? Hoe weet je het? Hij dwingt mij met zijn ogen om wandelingen te maken. Ja? En dan blijft hij thuis of gaan jullie samen? Ga nu wandelen. En weg. Ik zou net zoals Delphine, ze heeft mij dat eens gezegd, dat twee honden dat eigenlijk beter is dan één. Ah, ja. Ik ben van de week naar een hondenkweker geweest om een tweede hond te kopen. En ik zei, ja, ik zou wel een speciaal hond willen, meer iets anders dan die gewone hond. Hij zegt, ik heb zo in de zit, hij pakt een hond uit de kot. En hij zegt, kom ik hier mee? En achter zijn erf liep de leien, het water. Ja. En hij zegt, je moet eens kijken. En hij smijt een stok in dat water en die hond loopt op dat water, naar die stok. Pakt die stok en loopt met zijn poten op het water terug. Ja. Ik zeg, wat moet die hond kosten? 3000 euro, zegt je. Ik zeg, ja, dat geef ik niet aan een hond die niet kan zwemmen. En je hebt zo nog van die bizarre voorbeelden. Billy Willy. Billy Willy? Ja. Nederlands, allemaal een ecstasy-gebruiker. Ah. Billy Willy. Maar dat is straattaal. Straattaal, ja. Daar kom ik eigenlijk nooit. Nee. En dan pijpen is stofzuigen, blijkbaar, in Nederland. Ja, dat doen ze het met een stofzuiger. Ja. Wat 11 minuten per sigaret. Per sigaret, ja. Maar dat kan toch niet, Erik? Nee, ik weet het. Zoals dat ik rook, ik ben van 1952, zou ik nu in 1932 moeten leven. Het is inderdaad een strafzaak. Je aftrekt al die sigaretten. Ja, dat is kwijt. Ja. Mag jouw kindje roken later? Ja. Ik zou wel zeggen, pas op dat je wieg niet in brand steekt. Hè. Loser. Ja. Het is toch wel een beeld. Ik zie u echt als een kindervoituur lopen. Of zo. Ik heb je een besteld, zo'n kindervoituur. Maar ja, toe, ja, het moet wel. Maar ik kan er niet achterlopen. Het is om in een zit waar ik kan opzitten. En dat spel van 45 per uur. Ik vind een kind moet wat bewegen. Nee, hebben jullie ooit iets speciaals ontdekt? Ik heb gevoetbald. En in het begin van mijn carrière, toen ik voor de eerste keer samen met andere jongens onder een douche stond, heb ik ontdekt dat ik wel een heel klein pietje heb, eerlijk gezegd. Oh. Ja. En werd je uitgelachen of zo? Of, ja. Ja. En wat riepen ze dan? Klein pietje. Nee, Jeroen, heb jij ooit iets speciaals ontdekt? Heb je ook in de douche gestaan bij voetbal of zo? Ja, heb ik ook gedaan. Ja? En ja, heel gelachen om hem, jongen. Maar ook omdat ik was 12 en hij was 39. Dus... Beetje gek. Delphine, heb jij ooit gebokst of gevochten? Ook niet gevochten? Gevochten, ja. Gevochten? Ja? Soms is het nodig. Jonas, heb jij er wel eens gehad een man-crush? Ja, maar ook in deze omgeving, op u, op Boris, op Jeroen.